Eindscore, 11 arrestaties bij de ADO-aanhang. Leeftijd tussen de 14 en 23 jaar. Aanklacht, openlijke geweldpleging. Eindstand, een 4-2 nederlaag voor Den Haag. Na de wedstrijd verzamelen de ADO-aanhangers zich buiten het stadion om de Den Bosch supporters op te wachten. M1 bij Bouwman over richting Aardekenland. Zo vertrekken de 100 Den Bosch supporters onder begeleiding weer naar huis. Inzet, 200 man politie, totale kosten ruim 1,5 ton. Wij hadden daar eigenlijk niet voor moeten staan in ons normale tenue. Eigenlijk hadden we dus dit het harde tenue aan moeten hebben, want je ziet dan ook dat de ME in vol ornaat achter ons staat met schilden en wij staan gewoon in ons t-shirtje staan we daarvoor. Terwijl we hadden gehoord dat er stenen gegooid konden worden. Dus dat was niet, dat ging even fout. Wij hadden daar of weg moeten zijn, helemaal uit zicht, of in dit tenue moeten zijn. Het zijn vluchtdieren, ja. En kuddedieren. Dus vandaar dat een paard in zijn uppie nooit zo moedig is als dat ze met z'n tweeën zijn. Vandaar dat wij dus ook altijd met z'n tweeën gaan surveilleren. Dat als je voor een bepaalde situatie komt, ja, dan heb je met twee paarden heb je gewoon een ideaal middel. Dus eigenlijk doet hij dingen tegen zijn natuur in? Eigenlijk wel, ja. Ze gaan dus dan elkaar ontmoeten. En, wie gaan elkaar ontmoeten? Twee groepen voetbalsupporters die met elkaar contact hebben gehad om afspraak te maken waar ze elkaar ontmoeten om zeg maar een vechtpartij te houden. Willem Smit, instructeur mobiele eenheid. Hij treft de laatste voorbereidingen voor een grootschalige ME-training op een oefenterrein in Ossendrecht. Hieraan nemen ook de ruiters deel. Wat heb jij nou allemaal aan? Ja, eigenlijk de beenbeschermers met een kniegedeelte. Dijbeenbeschermers, die worden dan aan je riem bevestigd. Je onderarmbeschermers met je elleboogbeschermers. Er zitten ronden. Daar zit een torso, zodat je borst en ook je rug zeg maar, beschermd is. Tevens de schouderpartij. Nou, en daarbij komt dan de helm. Het is wel de bedoeling dat je constant je handschoenen aan hebt. Dus ja, dat is natuurlijk toch een heel gevoelig iets, je handen. Maar dan ben jij goed beschermd, maar hoe zit het met je paard? Ja, dat is inderdaad... paarden zijn op zich vrij harde beesten. Voor zichzelf ook. En je probeert eigenlijk voor twee te kijken. Je houdt jezelf in je gaten, maar je houdt ook de veiligheid van je paard in de gaten. Maar je vertelde dat Castor mogelijk voor het laatst meeloopt nu. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Hij is vanaf 21 september is hij al ziek. Dus... Wat heeft hij? Ja. Maar hij kan niet meer mee? Hij redt het niet meer? Nou, hij heeft een longaandoening. Een soort astma. Zeg maar. Naar de slacht. Ja, alleen, je moet je ook voorstellen, stel nou dat zo'n paard van 16, 17 jaar, pijn in zijn benen heeft en je zou hem bijvoorbeeld in de handel gooien.
Dus dan komt zo'n handelaar en die neemt je paard mee. En dan moet je er maar eigenlijk maar afwachten waar hij naartoe gaat. Voor hetzelfde geld wordt je op transport gezet naar Italië. Nou, dan vind ik het humaner dat hij door ons afgevoerd wordt op een redelijk pijnloze manier. Ja. Dan komt hij op het bordje terug. Ik weet het niet hoor. Is het niet een beetje verraad in je hart, dat je nu op een ander paard zit? Absoluut, ja. Of nou verraad. Aan de ene kant heb ik er ook wel vrede mee. Hij is een jaar lang ziek geweest. Er is een jaar lang is alles eraan gedaan. En het lukt niet. Ja, dan houdt het op. Zijn jullie wel een beetje op elkaar gewend? Ja, redelijk. Het is dit is echt een paard met een gebruiksaanwijzing. Het is een zenuwenleier eigenlijk. Het is, ze kan niet stil blijven staan. Ze gaat bij wijze van spreken zo de lucht in. Maar aan de andere kant, dit is een vreselijk moedig paard. Net de opdracht, Koos. Wat is de bedoeling? Ja, er zijn twee groepen van supporters. En die zitten hier achter in de buurt. De locatie is al bekend. Die staat bij de Zandmouw, die vlak achter. En die moeten wij met deze ME-sectie zien te scheiden van elkaar. Dat is het probleem nu. Koos Beekman van de Brede Brigade voert de ruiters aan. Voor je knie en of buis voor buis of bij orde. Ik denk dat niemand zoiets heeft van als er rellen zijn of wat dan ook en je moet op je scherp zijn eigenlijk. Dat is leuk voor even. Maar als het verkeerd afloopt, dan ben je niet blij hoor. Dan ben je echt niet blij. En ja, ik vind zelf, je moet gewoon thuiskomen s'avonds en denken van ik heb prettig gewerkt. Ik heb het naar mijn zin gehad. En ik denk dat je met zo'n ME optreden, dat je het heus niet altijd naar je zin hebt hoor. Spanning pakt hij direct over als ik gewoon gespannen ben door wat voor situatie dan ook, dat kan je ineens hebben. Dan pikt hij dat over. En als ik zogezegd een beetje dapper ben, dan wordt hij ook dapper. Dus dat neemt hij gewoon heel gevoelig op. Met verschillende organisaties. En in de praktijk is het natuurlijk altijd wel anders, maar we proberen natuurlijk zoveel mogelijk de praktijk na te bootsen. En daarom heb ik dat ook net gezegd ten aanzien van die paarden. Nu was het even als voorbeeld dat die paarden uit elkaar werden gehaald. Dus heel begrijpelijk, gezien de oefening, omdat daar mensen zijn en daar mensen zijn. En dan worden we gescheiden, want de commandant doet dat. Maar dat heb ik net al gezegd, dat in de praktijk kan het ook nooit. Een paard is natuurlijk altijd een kuddedier, die moet bij elkaar blijven. En de kracht ook van een eenheid. Want u zit vragen aan hem te stellen en ondertussen krijg ik vandaag van ik heb je even nodig, dat kan ik nou even niet hebben. Is dat je grote liefde? Ja, absoluut. Ja. Ik vind dat zo machtig mooi met zo'n groot machtig beest gewoon je werk te doen. Dat is magnifiek. Ja.
Het afgelopen jaar heeft de brede brigade van de politie Haaglanden 3681 uur gesurveilleerd. Daarvan waren 381 uur ceremonieel, 241 uur promotioneel, 586 uur op het strand en ze traden 183 keer verbaliserend op. Prettige avond.